Lieve vrienden, een hele goede middag allemaal. Het is vandaag een rotdag voor mij. Het is 25 februari. We leven om 14:25. Vandaag, vanochtend om 6 uur precies, exact, was ik nog wakker. Ik had de hele nacht nog geen oog dicht gedaan, want ik lag met de woelen en te draaien en het speelde allemaal als een film voor mij af wat ik 3 jaar geleden mee heb moeten maken. Dat was niet zo fijn, nee, om je man dood te zien gaan. Maar ja, dat is vandaag alweer 3 jaar geleden. Een dag die ik nooit meer zal vergeten. Een dag die ik altijd weer zal blijven stilstaan. Rijka! Oei. Dat doet pijn, doet verdriet. Ik weet ook dat Karin het momenteel moeilijk heeft, want die heeft ook mijn man. En dan heeft ze nog een familielid aan de Roderickse kant. Die is ook 2 jaar of 1 jaar weg, geloof ik. Ik weet het niet. Maar ook vandaag. En ook die wens ik dus beide heel veel sterkte, Karin en Roderick. Want het is niet fijn om dat allemaal mee te moeten maken. Maar ja, hoe ouder men wordt, des te meer vallen er om je heen weg. En of je het nou leuk vindt of niet, het is nou eenmaal zo. Dus ja, vandaag draag ik het op aan mijn liefhebbende mannetje, Jack Luitenburg de Jong. Hij heeft een heel mooi potje, hij staat hier op mijn bureau. Boven staat zijn normale euren. En ik praat dagelijks met hem. Of hij me hoort, weet ik niet. Maar het schijnt dat ze altijd wel bij je zijn. Dus ja, en ik geloof daar stellig in. En ik geloof er ook stellig in dat we elkaar ooit weer mogen zien. Dus, maar ja, oké, even genoeg daarover. Het is vandaag dinsdag, dus ook Sandra die komt weer. Ja. Dus daar wachten we ook op. Ik ga koffie maken, ik ga de diertjes even doen. En dan zien we wel weer hoe het reilt en zeilt. Hou jij ook even op? Tik een pie nog een toe, wat doen jullie allemaal? Ja, niet leuk. Echt niet leuk hoor. Hey. Beetje lief zijn voor elkaar. Ja. Oh, ook schoon water. Ja, ik heb de bakken allemaal afgewassen. Maar ik zie ook de waterbak is ook vuil. En Rijka die moet leren grote brokken te eten. Want ik ben door het puppyvoer heen. Ja. Dus dat is een beetje moeilijk voor haar. Maar ze moet het toch maar leren. Af en toe eet ze er wel van. Maar ja, moeten we toch proberen. En lukt het niet? Nou ja, dan ga ik toch eventjes voorlopig over op kleiner voer, maar dan moet ik eerst even bekijken hoe en wat. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik ga het op mijn manier deze dag door zien te komen. Uiteraard kom ik natuurlijk weer even terug. Ook zal ik vandaag gaan renderen. En ik moet even zien hoe laat. To go to go naar de DEK-markt moet ik. Gaan we even kijken. 19 uur. Dat is vanaf 7 uur. Vanaf 7 uur. Ja, dan moet ik erheen. Dus dat gaan we dan weer eens even beleven. Maar ja, dit is mijn serie ook bezig, weet je. Oh, wat een tijd niet. 2 naar 7 uur pas. Maar oké, dat komt wel goed. Die haal ik met de boete weer even dan snel op. En dan zullen we dat ook weer even bekijken wat dat allemaal gaat worden. Wat dat is, wat er in die mooie papieren tas zit met het merk Too Good To Go erop. Ja, want dat vind ik wel weer komisch dat de DK-markt dat zo op die manier doet. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze. Het regent hier een beetje. Niet erg, maar een beetje. Dus ja, hoe bij jullie het weet ik ook niet. De zon die schijnt ook. Zo nu en dan, door de wolken heen. Ik zie ook wat blauwe lucht aan die kant.
Daar komt wat donkere lucht aan zeilen. Dus ja, dan weten jullie ook het weer hier alweer. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe het weer is bij jullie. Ja, vertel het ook maar eens een keer onder de vlog. Hoe het was. Maar oké, ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Sandra die is nog steeds niet, die heb ik even geappt van dat ik de hort op ga. Want ik moet Rijka uitlaten. Ik heb de boel hier weer helemaal spik in span. De vaatwasser die draait weer, dus ik ben druk bezig geweest. Ik ga nou met de... niet aan de planten komen. Ja, je bent een beetje stout bezig jij vandaag. Gisteren al, vandaag weer. Want dit dingetje, dat lag waarschijnlijk op de grond. Dat behoort dus daar te hangen. Nou, ik weet niet of jullie kunnen zien wat het is. Ja, hier zit ook wat in. Ah, die heb ik ooit eens een keer gekregen van iemand. Maar ik vind het gewoon hartstikke mooi. En die heeft waarschijnlijk op de grond gelegen. Maar dan pakt ze het op. Nee, ze mag niks oprapen wat op de grond legt. Dat ben ik buiten ook aan het afleren. Ze mag dat niet oprapen. Ze heeft gisteren mijn spons vervreten. Hè? Die moet ook nog een nieuwe verhalen. Ik moet nog een ontbijtkoek voor je halen. Je moet een plak ontbijtkoek hebben jij. Ja, nou ja. Hopen dat ze er nog lust op, want ik moet dat niet. Vroeger vond ik het heerlijk voor het brood, maar ik moet dat niet meer. Dan moet je de boter bij. Ik lust geen boter meer, nee. Dan noem ik ook geen ontbijtkoek, dat is zo droog. Maar ja, oké, ieder zijn eigen ding en ieder lust het ene wel en het ander niet. En naarmate je ook ouder wordt, ga je ook je smaakpapillen die veranderen en je reukdingen, je organen, dat verandert. Dus ja, ik kan er ook niks aan doen hoor. Maar oké, lieve vrienden, ik zal mij klaarmaken om even een rondje te lopen met een kleine meid. Dan kan ze weer eventjes de gang gaan, kan ze weer even rennen. Tenminste rennen, zolang ze rennen kan. Ik bedoel, de riem is niet langer. Maar als de temperaturen beter worden, dan ga ik toch weer eens een keer naar het Kwelderduin. Daar heen een heel groot stuk gras. En dan neem ik de roedelriem mee. En dan kan ze, waar ik haar neerleg, dan doe ik ook dat ding om. Kunnen jullie het misschien mee zien en dan moet ze liggen voor mij. En dan moet ze er blijven, of zitten, mag ook. Dan moet ze er blijven en dan loop ik helemaal terug. En dan pas mag ze komen naar me toe. Nou, kijken hoe ze dat gaat opbrengen. Ja. Maar oké, dat is dan pas, wanneer de temperaturen beter zijn. En dat komt vanzelf al weer in aantocht. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Hier en daar een wolkje. Dus... Het wil mensen nog meer. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei! Thank you.
ben weer terug van weg geweest. Ik ben eerst met Rijka uit geweest, dat weten jullie. Maar jullie wisten niet dat ik ook nog even normale boodschappen ging doen. Want ik moest voor Rijka moest ik ook nog ontbijtkoek halen. Maar die grote brokken van die vervroden was, ze at gewoon niet hoor. Het was iedere keer die puppy voor en ik dacht dat ze liepen wel eens mee. Maar ze at ze niet op. Wie ze wel opeet, dat is meneer Kandolf. Ja, nou, het is geen katten voor mijn honden voor. Dus ik laat het gewoon nog lekker staan totdat ze echt volwassen is. Ik heb nou kleine brokjes gehaald van, ja, voor kleinere honden dus, ja. Ik denk dat kleinere, want het is ook een afbeelding van een kleinere hond. Nou, en daar een plak ontbijtkoek in stukjes gedaan en dat er bovenop. En nog twee biscuitjes dat ik heb even verwend, want ik kan mijn huis met mijn mobiel niet bereiken met de camera. Dus ik kan haar ook niet volgen. Maar ik kwam thuis, zo, een dikke vette plum heeft ze verdiend. Ze had niks gesloopt, niks aangeknaagd, niks gepakt. Ik ben er helemaal trots op voor vandaag. Hé, hey, maar dit, ga eens even weg, Kalle. Dan kan ik even die zak pakken. Nou, deze heb ik. Nou, dat zijn kleine brokjes. Nou, ik heb er gewoon in dat schaaltje gegoten. Een stukje ontbijtkoek in stukjes gedaan in plak. En twee biscuitjes had ik nog. Ja, ik heb nog wel meer biscuit, maar dat zit in de verpakking. En dit zat niet in de verpakking, dat zat in een bewaardoos van ontbijtkoek. En daar heb ik het in gedaan. Daar had ik het in gedaan. Lagen er nog twee in die ik in stukjes gebroken erbij. Nou, ik denk dat ze voldaan is. Want ze is er niet meer bij. Ze zit lekker zitten te zwikkelen en te smullen. En wat ben je, schat? Ga jij weer eens even weg? Kan ze bij? Nee, is van Rijka. Was het lekker, schat? Was het zo lekker? Kom eens. Kijk. Nee, is niet voor jou. Is voor Rijka. Hé? Ja, nou. Huppla. En dan zit de dame weer. Ja, en jij blijft daar vanaf. Dat is voor Rijka. Ik zet de duivel neer. Op het aanrecht. Voilà. Kijk, dit is voor jou. Maar dat gaat de kast in. Althans, moet naar boven. Ik heb ook een zak kattengrip. Moet ook naar boven. Maar morgen komt Rebecca weer. Morgen rond een uur of 11. En die neemt het dan wel weer mee naar boven toe. Ja. Ik kwam thuis. Toen lag er wat in het postmandje van me. Ja, ik denk, wat is dit dan weer? Ik verwacht niks. Was het een hele mooie kaart. Er staat verder geen tekst op, het is een blanco kaart. Nou ja, de inhoud. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Maar ik lees het wel even voor. Kom dus uit Lisse vandaan. Nou, daar woont Corrie, die oudere dame die nog zelf auto rijdt. Hallo Corina, in gedachten ben ik bij jou en Jack. Het is als de dag van gisteren, de schrik en ongeloof op die zaterdagmorgen, 3 jaar geleden. Het weer vind ik te riskant om naar een helder te komen. Vandaar dat ik deze kaart stuur. Sterkte deze dagen en tot ziens als het weer meewerkt. Ja, dan komt ze toch weer. Groetjes Corrie. Nou, lief toch? Ja, dat doet je dan toch wel weer goed, vind ik. Ja, dus, maar ja. Ik ga nou een bakje koffie doen. En ik heb een bounty. Boodschappen zijn al opgeruimd. Ik moet vanavond dus na 7 weer naar de DK. Voor te goed te koop te halen. En dat gaan we weer even gezamenlijk openmaken vanzelf. Ja, nu neem ik een time-out. Want ik heb 2 dagen achter elkaar kramp in mijn kuiten gehad, op bed in de nacht, een aantal keren achter elkaar.
En dan ben ik ook de dijk opgelopen, die schuine helling, met die storm, wat mij veel heeft uitgeput. En dat verneem ik wel. Maar ja, het lopen gaat gewoon door met Rijka. Dus ik doe nou gewoon het normale blokje, niet overdreven groot. Maar gewoon dat ze wel alles kan doen wat ze moet doen. Hé, hey, Rijka? Hé, hey, tante Pollewop. Hallo. Geen sugar. Oh, nou in ene wel? Nou in ene wel? Met deze dan? Hé? Met deze dan? Je bent lief, hè? Ja. Ga je doen? Wat ga je nou allemaal doen dan? Ja, dat is een camera. Wil je de mensen weer laten schrikken? Hé? Hallo? Tante Pollewop? Je hebt een natte baard, je hebt water gedronken. Ja, merk het. Zo, ja. Hè, wijfie. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ik moet nog in die kast hierboven. Die moet ik nog ruimte zien te creëren. En kijken of het allemaal past op beeld. Wat daar in die emmers staan, stonden daar deze, die staan normaal daar, maar er zit ook dat ramenspul erbij. Maar ik wil niet hebben dat ze deze straks weer gaat pakken. Jongen, nog gaan toe! Hoe is dit mogelijk niet? Geweldig! Ja, die twee zijn aan elkaar gewaagd hoor. Die vinden elkaar zo lief, die twee. Eeuwen gaat minder. Die wil wel bij de liggen, maar ze moet Eeuwen met rust laten. Hé, Rijka? Ja, Eeuwen wil dat allemaal niet. Hé? Huppata. Nou, kan de er nog weer bij? Wil je daar ook weer naartoe? Nee dus. Nou ja, dat was even lachen, dat was even leuk. Ja, op een treurige dag krijg je ook leuke dingen. Ja toch? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later.